Welkom bij Doesburg Vertelt. Deze keer nemen wij u mee naar 25 jaar geleden. Het jaar 1995. Ja, dat hoge waterjaar, dat is vaker gebeurd. Maar het is nog nooit zo hoog geweest als toen. Doesburg dankt haar welvaart ook aan de ligging. Hier vloeien twee rivieren samen. Maar de Oude IJssel en de IJssel zijn de stad niet altijd goedgezind. Soms is er te veel en dan weer te weinig water. In het laatste januariweekend van 95 blijven de rivieren maar stijgen. Het zijn memorabele dagen die door verschillende Doesburgers, waaronder Simon Witjes en Peter Hermans, op beeld zijn vastgelegd. Wat was er van 27 januari tot 4 februari in ons land allemaal aan de hand? Welke beelden zagen de Doesburgers toen op tv? Toen kwam op een nacht de storm en de vloed. Die veroverde dat vertrouwen voorgoed. Ondanks de belofte, wij zullen niet wijken. Dankzij de dijken. Het is wel een toestand hoor. In het oosten zwellen de Rijn en de Waal gestaag. Doordat in Duitsland veel rivierbochten zijn verkort, komt het water krachtiger en massaler dan vroeger bij Lobith het land binnen. De uiterwaarden lopen onder, Gelderland in last. Want de dijken zijn hoog, maar de dijken zijn zwak. Voorgenomen versterkingen zijn uitgesteld door moeizame procedures en bezwaren van de milieubeweging. De kans op doorbraken lijkt reëel. De ene na de andere evacuatieopdracht wordt uitgevaardigd. The days of rain and rising floodwaters. The Netherlands is at the mercy of the elements. Authorities in the Netherlands told thousands more to leave their homes for a higher ground Wednesday as swollen rivers threatened to burst soaked dikes. 水面の高さかなり高いところまで来ています。この反対側ちょうど堤防によって住宅街守られているんですけれども、水面よりもかなり低い位置に位置していることが分かります。 Guten Abend, Rolf Dieter Krause in Nimwegen. Guten Abend, Uli. Jeder stellt sich jetzt natürlich die Frage, hält der Deich bei Orten heute Nacht oder nicht? Und was geschieht denn Ihrer Meinung nach? Tja, wer soll das sagen? In Doesburg wordt het gebied Contre-Escarp, direct grenzend aan de IJssel, bedreigd. Met de scheepswerf bij de IJsselbrug, de woonhuizen aan de Contre-Escarp, café Het Anker, smederij Pelen en verschillende kantoren en fabrieken. Onder andere De Hoop en Verokal. Direct aan het water en dus ook in de gevarenzone ligt de werf van Ankersmit, waar de familie Witjes woont. Zoon Ruben is 14 jaar en zit op de ambachtsschool. Ja, nou, dat best wel een sensatie was natuurlijk voor mij als klein kind. Van allerlei dingen. Er waren militairen, er was brandweer, er was politiebewaking bij de nooddijken die aangelegd waren. Maar ik vond het een mooie tijd toen als kind zijnde. Toen vooral een gebied met veel industrie, maar vandaag bekend als het IJsselkadegebied. Het huis van Simon Witjes lag toen op de plek waar vandaag de Veerpoortdijk eindigt op de IJsselkade. Vlak naast de Alexander Verhulbrug over de IJssel lag en ligt de scheepswerf Doesburg. De fabriek De Hoop stond ongeveer waar nu Hotel Doesburg en de Zaltpoort liggen. Kritisch was het ook bij de Hanzeweg en bij de haven en terreinen van de watersportvereniging. Toen het water bij ons aan de dorpel stond bij de keukendeur, ging er net niet overheen. We konden met zandzakken er tegenhouden. Nou, dat ging prima. Maar ik denk, er komen dan die journalisten met de paniek, want er komen een halve meter bij en dan stopt de hele stad onder. Nou, zoiets bestaat niet. Dat komt niet in één keer. Kijk, als de loop in het water hoger gaat, betekent niet dat het gelijk in Doesburg is.
En dan kreeg Doesburg ook maar een deel mee, want de rest gaat al naar de Waal toe en naar de Rijn. Want zo kregen we hier ook niet mee. Meestal een derde deel. Maar ja, mensen kunnen heel gauw paniek maken. En vooral als die journalisten die rondlopen, die de hele dag te filmen. En die denken, oh, die hele stad loopt onder, nou van mijn leven niet. Dan moet het echt wel een meter stijgen, als het niet meer is. De geit had ik weggebracht naar een boerderij toe. En de kippen die zaten op stok, maar dat ging bijna niet goed. Nou, de binnenvaart mocht niet meer varen, dus dat was al verboden. Maar ja, die regenwaterstaat, die trekt je soms de ballen niet van aan, want die jagen maar rond. Maar bij ons naast, bij de buren, die had het water tegen het ramen staan. En dan komen we met 3, 4, 5 pompen komen dat droog houden. Maar als dan die boot ging varen van de regenwaterstaat, want dan dreven ook stukken borken hout rond. En die slaan door het raam kunnen slaan, maar daar keken hun niet naar. We jagen maar met die boot maar in het rond. Maar of het zo interessant was, weet ik niet, maar dat was helemaal niet nodig. Nou, dan kwamen ook militairen en die hebben allemaal meegeholpen met die zandzakken om het te versterken. En als die dijk door moest breken, daar bij ons daar, of tenminste iets verderop, dan liep die verder al vol, maar er stonden ook een hoop machines in en zo. En dan gaan die grachten vol ook. En dan krijg je een probleem. Bij de andere scheepswerf is de situatie ook kritisch. Hier geen dijk, maar een helling die langzaam afloopt naar de rivier. En dus heeft het water vrij spel. De familie van de werf werkt met man en macht om de boel droog te houden. Eerst lopen de loodsen dicht bij het water vol. Zandzakken moeten voorkomen dat het water in het kantoor, de opslagloodsen en de woning komen. Van de werf maakt zich vooral zorgen om de houtloods naast het huis. Als die onderloopt, is het leed niet te overzien. Bij de jachthaven aan de Oude IJssel en de opslagloods aan de IJssel, waar nu de vispassage ligt, is het ook alle hens aan dek. Het waterpeil wordt scherp in de gaten gehouden. Het is inmiddels Doesburg aan zee, zoals de sluiswachter het noemt. De groene en kleine stadsweiden aan de overkant zijn helemaal volgelopen. De situatie bij de boerderijen van onder andere Willem en Herman Lucassen en Van Beek in de Vraterwaard wordt op maandag kritisch. Tot diep in de nacht is de brandweer in de weer. Bert en Bas Broeder proberen zoveel mogelijk wild uit de stadsweiders naar hoger gelegen gebieden te brengen. Ja, en de brandweer was ook continu dat kwelwater wat al als ware bij Benny Polman in de tuin kwam en de grote en al die mensen die er woonden. Bij ons over de nooddijk aan het pompen, want er lag ook een stukje nooddijk nog weer achter de molen van Polman richting de nieuwe dijk. En dat was ook weer om het water tegen te houden richting Polman, om dan misschien dat het dan via de grachten ook weer in Doesburg kon komen. Ja, ik heb s'nachts ook nog zandzakken zitten vullen samen met militairen en met de brand in Doesburg. Ja. Dus later dan, omdat de conciërge van de technische school in Doesburg, die zat ook bij de brandweer. Dus ik was 's morgens later op school en die zei, oh, is prima. Dus ik kon gewoon doorlopen. Anders moest je normaal een briefje halen natuurlijk, dus dat was wel leuk om dat soort dingen. Toen ging de wind draaien, dat was ook een nadeel. Want we hadden elke keer de wind van huis af. En dus morgens sta ik op, nou je weet niet wat je ziet. Ik geloof dat half Doesburg naar ons toe was gespoeld. Dat was één houtmassa. Maar het water ging zakken, dus dat moet je elke keer aan het opvegen en weer met de kruiwagen wegschippen. Toen kiep ik het aan de kant neer bij de vergel, want de politiewagen aan en zei, ik kreeg een bekeuring voor. Ja, ik zei, nou, dan doe jij dat maar lekker. Ik zeg, maar dan leg ik het op de weg neer.
Hij zei, ik kreeg me dan bijna woorden ook nog. Ja, ik zeg, man, je snapt er geen ballen van. Dan gaat het naar Doesburg aan de IJssel bij Arnhem. Ook daar is de afgelopen dagen door militairen met zandzakken gesleurd. Zijn wat je noemt de goede zakkenvullers. Ja, daar hebben we het ook nog over gehad. Zakkenvullen heeft voor een heel andere betekenis tot nu toe gehad. De Doesburgse dijken hebben het gehouden. De stad is gespaard gebleven. Burgemeester Overweg gebruikt het momentum en weet de vrijwillige brandweer voor de stad te behouden. Tegelijkertijd worden nieuwe stappen gezet in het kader van de realisatie van het IJsselkade-project.